regisseur en producent Aten de Jong. Die maakte films in Nederland, maar ook in Engeland, Duitsland, Zuid-Afrika en Amerika. Hij ontmoette Michael Jackson toevallig en hij kwam op feestjes met enkel Oscar-winnaars. En in de downtime, zoals dat dan zo mooi heet, tussen die films door, stortte hij zich op het schrijven van een kinderboek Kauwgom en ander kattenkwaad. Aten. Ja, dat klopt helemaal wat je ja. zei. Ja, dus inderdaad in de downtime. Je zit zo vaak te wachten met filmen. Dus je zit te wachten tot iemand weer opbelt en die bellen weer niet. Ja, en tot dan, de subsidie komt op, of een goed filmplan wordt goedgekeurd. Ja. Dus je had nog wel wat tijd over. Ik had nog wel tijd over. Ja, ja, maar een indrukwekkende carrière. En je hebt ook lang in het buitenland gewoond. Ja, ik heb in totaal 22 jaar of zo. Ja. Wat heb je als filmmaker meegenomen van die tijd in het buitenland? Nou, dat verschilt een beetje. Bijvoorbeeld Amerika, wat je daar meekrijgt, is dat het goede nog niet goed genoeg is. Dan word je echt gedwongen om het allerbeste uit jezelf te halen. En dat was een openbaring. Dat klinkt heel raar, maar je denkt allemaal, nou, wij doen best maar in Nederland. Als je een shot maakt en het staat erop en de acteur is de tekst niet vergeten en de camera is niet op de grond gevallen, dan is het goed. maar dat is dus niet zo in Amerika. Als je daar kijkt, is goed, dat is niet goed genoeg. Nou, dat is eigenlijk wel een mooi uitgangspunt. Je zegt ook, in Amerika moet je vrij medogeloos zijn, hè, om aan de top te kunnen komen. Ja, je moet medogeloos zijn, maar ze zijn ook wel heel erg behulpzaam, hoor. Want als je in Amerika een film maakt die succesvol is, vindt iedereen dat leuk. Ja. Want dat betekent dat er ook meer mogelijkheden voor hun zijn. In Nederland, als je een succes maakt, nou, dat is het ergste. Dan heb je geen vriend meer over. Nee. Dus Nederlanders zijn harder naar elkaar? Die gunnen elkaar het licht in de ogen? Nee, gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Nee? Nee. Heb je veel vrienden in de filmwereld? Dat ligt eraan. Als ik een flop heb, wel. Ja. Dan ben ik weer heel populair. Oh. Ik ben een tijdje intendant geweest. Dan moest je beslissen over welke commerciële films. Maar nou, toen was ik net gescheiden. Dus ik dacht, ik kom weer terug naar Nederland. Ik dacht dat mijn telefoon kapot was. Want niemand belde me. Toen werd ik aangekondigd dat ik intendant was. Nou, ik heb nog nooit zoveel vrienden gehad. Ja. En na 2 jaar was de intendant en mijn telefoon was weer kapot. Belde weer niemand meer. Nou goed, je hebt nu boekschrijven. Dat is in ieder geval in een hele andere wereld. Ja, en weet je, een van de fantastische dingen van de boekschrijven. De filmwereld is niet zo aardig, maar is wel heel bijzonder. Ja. Maar als je een boek schrijft en het is niet goed. Het enige wat je kan doen is in de spiegel kijken en je ziet maar één persoon, dat ben je zelf. Als het niet goed is, kan je niemand iets verwijten. Je kan niet zitten zeuren over de acteurs, je kan niet zitten over de budget. Ja, precies. Want dat is ook dus echt zo spannend, hè? Dit is jouw kunstwerk en die van jou alleen. Ja. En dit is dan ook nog tekening in. Maar het boek gaat over een tweeling die dierenbegrafenissen organiseert. Ja. Daar geld mee verdient. Ja. En dat is een beetje geïnspireerd op jouw 2 zoons. Die wonen nu in Londen. Ja, want dit was hun dagelijkse bezigheid. Nou, een hamster ging dood, zoals het gaat bij kinderen en dieren. En toen heb ik er een feest van gemaakt om de hamster te begraven. En 2 maanden later wou een van de jongens een spel hebben, een PlayStation spel of wat dan ook. Toen zei ik, nee, dat moet je zelf maar verdienen. Dus ik dacht, ik ga met die viool ergens staan krassen op Piccadilly Street of wat dan ook. Maar toen had ze dat feest nog in hun hoofd. En toen zijn ze dat soort feesten gaan organiseren voor de buurt. Dus kleine doosjes waar dan een insect of een worm of een bij. Dus dierenbegrafenis. Er ging dierenbegrafenis. En dan gingen ze een feest omheen doen. Dus met muziek maken en toespraken doen. En dan moesten alle kinderen iets betalen. Ja, wat dan ook. En zo hebben ze hun spelletje verdiend. Zodra ze het spelletje bij elkaar verdiend zijn, zijn ze ook gestopt. Maar daar is het mee begonnen, het verhaal. Ja, nou heb je een van je dochters ook nog bij betrokken, want je hebt nog 2 dochters in Nederland. Ja. Een van zit op de filmacademie. Ja. En Louis, en zij spreekt ook de trailer in voor het boek. Dit doe ik met vrolijke ballonnen. Langzaam beweegt ze de naald naar de ballon. Vlak voordat ze de metalen punt in het rubber duwt, stopt ze. De meeste kinderen houden hun handen tegen hun oren. Iedereen handen op de rug. Brult juf Joke. Ik hoop dat de knal zo hard is dat jullie trommelvliezen scheuren. Dove kinderen praten minder. Bang! De knal is geweldig. Juf Joke zit onder de inkt. Op haar handen, op haar gezicht en in haar haar. Ja, je hebt je kinderen nooit gestimuleerd om die kant op te gaan van de filmwereld. Nee. Maar ze zijn het vanzelf gaan doen. Ja. En daar ook nog vrij succesvol in. Ja, absoluut. Dus dat is het is ook hartstikke leuk. Vroeger waren mijn dochters de dochters van. Ja. En tegenwoordig ben ik de vader van. En hoe voelt dat? Oh, veel beter. Ja? Ja, is absoluut. Gelukkig. Nou, wat kan jij nou inhoudelijk kwijt in een boek meer dan dat jij dat kan misschien in een film? Of zit daar eigenlijk... Ik weet niet of je meer in kwijt kan, maar je kan er absoluut ook dingen in kwijt. En er zijn sommige verhalen die lenen zich beter voor een boek en andere verhalen die lenen zich beter voor een film. Ja. Ik denk dat dit boek best wel verfilmd zou kunnen worden. Dat ga ik niet zelf doen trouwens. Nee. Maar weet je, een van de dingen die me ertoe aangezet heeft, naast dat het gewoon een leuk verhaal was van de jongens, was de intimiteit van kinderen in een gezin is veel hechter dan wat dan ook. Bijvoorbeeld de ouders denken altijd, oh, dat zijn de meest intieme met hun kinderen. Dat is helemaal niet zo, want die begrijpen die kinderen helemaal niet, want die hebben een hele andere leeftijd en die moeten ook nog ouder zijn en die moeten belangrijk zijn en oppassen dat de kinderen goede dingen doen. Maar als
onderling zijn kinderen heel hecht met elkaar. Is ik was heel je... hecht met mijn broer bijvoorbeeld, ja? Die was 2 jaar ouder. Maar in dit geval, ik zie het met mijn dochters. Die weten veel meer van elkaar dan ik van hen weet. Mijn zonen, die weten veel meer van elkaar dan ik van hen weet. Ja. Dus die intimiteit en die gehechtheid en die wereld die zij hebben, vond ik een fantastisch iets om iets over te maken. Ja, en ik geloof ook dat je boek, je hebt toch ook nog wel een soort ideeel doel mee, hè? Ik bedoel... Ja. Ja, het is een beetje zo van, ja, het klinkt allemaal zo zwaar, hè, maar tegenwoordig wordt alles, moet het beste, het mooiste, het langste, het grootste, het dikste, het dunste, het breedste, wat dan ook. Alles moet in superlatieven. En ergens vind ik dat niet goed. Het is een soort van verticale maatschappij en ik vind dat dingen naast elkaar moeten bestaan. Je moet dingen naast elkaar kunnen doen, je kan je wel voorkeuren hebben, ja. Maar je moet elkaar dingen gunnen en plezier moet je kunnen delen. En dat gebeurt steeds minder, dus dat zit er ook in. Ze doen deze dingen, ze organiseren deze feesten voor andere kinderen, zodat andere kinderen er ook plezier aan kunnen hebben. Ja, het schrijven van een boek is natuurlijk relatief nieuw voor jou. Je hebt al eerder een thriller geschreven. Ja, ja. Maar waarom wilde je nu graag een kinderboek schrijven? Nou, eigenlijk omdat het verhaal zich ervoor leent. Het maakt mij niet zo heel veel uit of het nou een kinderboek of een thriller of wat dan ook. Er zijn bepaalde genres die ik denk ik niet zo goed kan. Ja. Maar... weet je, ik heb ooit een Vlucht Regenwolken gemaakt. Daar zaten heel veel kinderlijke elementen in. Drop Dead Fred heb ik gemaakt. Daar zaten heel veel kinderlijke elementen in. En ik wou ook een boek schrijven waarvan ik dacht, het mag kinderlijk zijn, maar niet kinderachtig. Weet je, dus het moet ook door volwassenen gelezen, voorgelezen kunnen worden. Ja. Waarbij de volwassenen niet denkt van, wat ben ik hier in godsnaam aan het lezen. Je moet ook al een beetje ontdekken wat voor schrijver je bent, hè, als je zo aan het begin van een schrijfcarrière staat. Hè? Ja. Maar ik heb altijd schrijver willen worden, hoor. Ik ben met toeval in de film terechtgekomen. Echt waar? Ja. Wat gaf dat schrijven jou dan? Ik denk dat het schrijven, je kan er je gevoel mee uitdrukken. Ja, want dat jij kan met ook... veel mogelijk trouwens. Hè? Ja, precies. Dat het een beter is dan het ander. Maar ik ben echt bij toeval. Ik wist toen ik op de middelbare school zat niet wat ik moest doen. Toen kreeg ik een formulier van de filmacademie, heb maar ingevuld. En toen werd ik toegelaten. Ik had 1 film gezien in de bioscoop. Ik wist helemaal niks. Je was ook nog ongelooflijk jong, geloof ik. Ik was 17, ja. Ja, voor de film. Je zei een keer over dat filmvak ook dat je gewoon een soort diepe behoefte voelde om je te uiten. Hè? Ja, dat... En dat uiteindelijk al iets wat in je vroege jeugd is ontstaan. Ja, er waren veel mensen die veel meer talent hadden dan ik. En die echt veel meer wisten. Maar ik had een bord voor mijn kop. Maar kan je dat gevoel... En dat gevoel... is heel, heel... Nou, heel gunstig, dat zeg je ook. Want om echt iets te kunnen bereiken in de filmwereld, moet je ook wel een beetje een bord voor je kop hebben. Ja. In ieder geval een enorm groot doorzettingsvermogen. Ja, dat gevoel van iets willen vertellen, hè, kan je dat omschrijven? Nou, ik kan wel zeggen waar het uit voortkomt. Maar omschrijven, het is iets wat niet stopt. Want bijvoorbeeld, ik heb toch een aantal films gemaakt die heel succesvol zijn. Ik denk dat als je een heel gezond en evenwichtig mens bent, dan kan je stoppen. Ja. Nou, dat lukt dus niet. Dus het is nog steeds dus dingen die eruit komen. Ik denk dat iedereen dat hier wel zal herkennen. Ik ben bijvoorbeeld jarenlang Hollywood gewoond, dus ik ben in analyse geweest. Hè, want dat doe je. Carrie Fisherman gaat 5 keer per week lachen op de bank. En dat maakt je niet evenwichtiger, dat maakt je niet harmonischer. Nee. Er zit iets in je en dat moet eruit komen. En dat zijn die gevoelens die je wil communiceren. Alleen je kwaliteit wordt dan om het te doen op een manier dat andere mensen er ook plezier aan kunnen hebben. Nou, dat is zeker gelukt met dit boek. Kauwgom en Anne Kattenplaat, eigenlijk dank je wel. Dank je wel.